Het archief van oud-president Lakshmi Prasad Ramdasmisir is vandaag overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname, NAS. De gemeenschap heeft hierdoor toegang tot de bibliotheek en de geschriften van de oud-president. Het archief bestaat uit correspondentiestukken en literatuur. Daarnaast zijn er ook toespraken uit zijn periode als lid en president van het Hof van Justitie. Deze historische stukken zijn overgedragen door de weduwe en overige familieleden van het gewezen staatshoofd. Dit is het eerste presidentiële archief dat is overhandigd aan het NAS. Ramdasmisir was van 1982 tot en met 1988 waarnemend president van Suriname. Hij overleed in 2004 op 77-jarige leeftijd. De weduwe van oud-president benadrukt in een brief aan het archief dat zij hiermee haar plicht tegenover de Surinaamse gemeenschap heeft vervuld. Ze zegt verder dat president Ramdasmisir een plek verdient in het Nationaal Archief van ons. De brief werd voorgelezen door een familielid. Zo zal hij voortleven in de herinnering en naar ik hoop in de dankbaarheid van het volk van Suriname. Hij heeft zijn leven steeds ten volle ingezet voor Suriname. Vanaf zijn studietijd en direct daarna in de carrière die hij heeft opgebouwd bij de rechterlijke macht en in de waarneming van het ambt van president van de Republiek Suriname, zoals door de grondwet voorgeschreven. Bij de uitvaart van Fred en bij de onthulling van zijn borstbeeld heeft de toenmalige president van Suriname Fred geroemd voor zijn moed en durf en de wijze waarop hij dit ambt heeft vervuld in de moeilijke 80e jaren, die zo belangrijk zijn geweest voor de historie van Suriname. Als gewaardeerde jurist mocht meester Ramdasmisir opklimmen tot de hoogste positie bij de rechterlijke macht. Het overdragen van het archief wordt ook toegejuicht door ex-president Ronald Venetiaan. Hij is overtuigd dat Ramdasmisir een groot voorbeeld zal zijn voor de komende generaties. Het archief van oud-president Lakshmi Prasad Frederik Ramdasmisir is het eerste archief dat wij hier in ontvangst nemen en ook wordt overgedragen door de familie aan het NAS. Maar ik hoop dat dus de andere presidenten dit voorbeeld zullen navolgen. Het is van het grootste belang dat mevrouw Ramdasmisir benadrukt dat het presidentschap, het waarnemend presidentschap van meester Ramdasmisir in gevolge de grondwet heeft plaatsgehad vanuit zijn positie als waarnemend president van het Hof van Justitie, hoofd van de rechterlijke macht. Het is de geschiedenis die zal oordelen. En ik hoef nou niet te zeggen over meester Ramdasmisir. Het is de geschiedenis die zal oordelen over ons. Niet waar, die de taak van president van de Republiek al of niet waarnemend hebben vervuld. Ex-president Ronald Venetiaan en daarvoor nationale archivaris Rita Chingfu. Zij spraken vandaag tijdens de overhandiging van het archief van oud-president Lakshmi Prasad Ramdasmisir aan het Nationaal Archief. De historische stukken zijn door de familie overhandigd.